We hebben dus in wezen hebben we 3 verdiepingen. Dit is de eerste, slaapverdieping. En over het hele huis heb ik nog een zolder, waar dus alles op kan. Leen Slosser woont al 42 jaar in deze wijk in het noorden van Rotterdam. Hij vreest dat hij zijn huurwoning uit moet omdat de gemeente goedkope woningen wil slopen. Nou, als je ziet, zo hier hebben we dus de badkamer. Hier staat de wasdroger, alles. We hebben alles bij de hand. En u heeft het zelf allemaal opgeknapt? Allemaal opgeknapt, wat gijzen erin, want er zat helemaal niks in. Er stond hier een douchebakje met een klein douche. Nou, het is allemaal perfect. Ja. Wij hebben niks te klagen. Nee. Maar de wethouder wel waarschijnlijk, want die houdt niet van sociale huurwoningen. Ik heb geen centrale verwarming nodig. Kijk, daar heb je een lekker vlammetje, dat is veel gezelliger. De gemeente wil 20.000 slechte woningen in de meest verpauperde wijken slopen. Leen Slosser woont in een betere wijk, maar hij vertrouwt zijn bestuurders niet. Ik kom ook wel eens op Feyenoord en in die oude straten, bij de hele dijk en daarachter. En dan denk je ook, nou, waar ze hier nou nog woont. Maar dan ga je naar je eigen wijkje terug, wat hetzelfde jaargang hebt, als daar op Feyenoord. En dan zeg je, nou ja, waarom moet hier nou gesloopt worden? Het ziet er toch allemaal perfect uit. Verderop in de wijk trekt een discussieavond vooral veel ouderen. Zij vrezen dat ze door de sloopplannen van de wethouder hun huis uit moeten. Wie is er eigenlijk nu al voor de woonvisie 2030? Ik zie hier een paar mensen. Alleen de handen van gemeenteraadsleden van Leefbaar Rotterdam gaan omhoog. Wie is er tegen de woonvisie? Ja, dat wordt gezellig. De wethouder wil goedkope sociale woningen slopen om de wijken zo aantrekkelijker te maken voor de hogere inkomens. Wat voor stad willen we zijn in de toekomst? Dat is een stad die steeds aantrekkelijker is en steeds aantrekkelijker wordt voor ook juist midden- en hogere inkomens. Ik heb echt het idee dat mensen juist weggejaagd worden uit Rotterdam. Dat jullie eigenlijk af willen van alle mensen die ziek zijn of een uitkering hebben of wat maar ook. Want het zijn natuurlijk allemaal mooie verhalen, maar de praktijk blijkt dus dat Rotterdam-Zuid, dat het gewoon verwaarloosd gebied is. Een volwaardige baan met een vast contract, dat zit er niet meer in. En een huis kopen dus ook niet. Een huis huren, dat wordt steeds moeilijker. En als dus de plannen doorgaan, dan wordt het nog moeilijker. Vraag ik aan de wethouder, kom nu morgen naar me toe. Ik woon, ik zal het je even eerlijk vertellen, voor 179 euro. Je kan niet een kwalitatief goede woning bouwen en dan zeggen, weet u wat, u mag er voor 150 euro in. Dat is irreëel, daar zou ik heel eerlijk in zijn. Dat iedereen die dat beweert dat dat kan, die liegt dat die barst. Niemand beweert het ook, het kan namelijk niet. De wethouder geeft hem geen garanties. De tachtiger stemt morgen tegen. Maar zij heeft zich in het debat laten overtuigen. Sommige wijken worden alleen maar beter als een deel van de slechte woningen wordt gesloopt. Ik ben op Zuid vaak geweest. En je komt in wijken waar allemaal flats staan van 3 hoog zonder liften. En het is gewoon wat, ja, je zou het zeggen, gewoon, het is een wijk die daar gewoon verpaupert. Omdat daar ook geen mensen, jonge mensen, willen gaan wonen meer. Mandarijnen, avocado, bananen. Leefbaar wil de verpauperde wijken aanpakken. Op de folder een Rotterdamse straat met allemaal schotelantennes. Wat wil je een foldertje aanbieden, meneer? Ja? Ook deze al? Ja, maar we wonen hier niet. Je hebt het idee dat ze morgen een huis uitgezet worden, hè? Ja, dat wordt precies. Zo gebracht, ja, maar dat precies. Is niet zo, hoor, mevrouw. Ja, dat wordt wel gezegd, ja. Ja, precies, maar zo in werkelijkheid doen we het niet, hoor. Het gaat natuurlijk over 15 jaar en het gaat om de hele oude, slechte huizen. Wat betere woningen. U vindt dat er te weinig aanbod is? Ja, het is veel te weinig, vind ik. En ja, voor mij mag alle... Oké, als je niet kan werken, prima, weet je wel. Maar je hebt ook heel veel steuntrekkers die gewoon beroepssteuntrekkers zijn. En die mogen van mij weg. Dus, en dit is een methode om die weg te krijgen dan? Vind ik wel. Ja, woont u tevreden?
Op de markt voert de SP campagne tegen de sloop. Volgens die partij worden arme Rotterdammers de stad uitgejaagd. Hallo. Hallo. Hoi Theo. Ja. Maar als je iets aan die verbouwd brengt, dan moet je iets aan het armoedebeleid doen, Luc. Armoedebeleid. We hebben 30 jaar lang armoedebeleid geprobeerd. Ik had niet verwacht. Hè. Jullie pretenderen altijd een volkse partij te zijn. Dat jullie dan vervolgens het volk in de uitverkoop zetten. Op het moment dat je zegt wij willen het aantal betaalbare woningen verminderen en betere woningen daarvoor in de plaats krijgen, dan moet je ook wel zorgen dat die mensen die een duurdere woning simpelweg niet kunnen betalen, elders een plek kunnen krijgen. Het gaat juist om die oude stadswijken, Theo. Ja. Het gaat juist dat die mensen hier ook een betere toekomst krijgen. Het gaat er juist om dat je hier ook je wijk niet uit hoeft als je toevallig een net iets betere baan krijgt, zodat je gaat samenwonen. Dan moet je hier ook kunnen blijven wonen. Ja, en dat kan nu niet, Theo. Dat kan wel. Nee, dat kan niet. Alle mensen die je dus net wat beter met die wijk voor hebben, die vertrekken allemaal. Ze vertrekken allemaal naar de randgemeente. En wat krijgen we dan weer terug? Hè? De armoedemagneet Rotterdam-Zuid, om het zo maar te zeggen. Die komt dan weer hier. Weer mensen die heel kort hier blijven wonen. Geen binding hebben met de wijk, geen historie. En je bent het helemaal als los zand hangt het dan aan elkaar. En dat is wat je in die wijken wil veranderen.